mei. 1 mei. Dat was allebei niet goed. We hebben een gokje gewaagd. Jij denkt juli, ik denk juni. Zo, dat is sneller dan verwacht. 1 mei. Jeetje. We gaan over. Nog geen anderhalve maand niet meer. Zo, dat is echt net snel. Nou, dan moeten we eigenlijk al een uitbreiden dat we gaan regenen, toch? Voor die weeskanaal of zoiets. Dan kunnen we nog maar 1 maandje sparen, schat. Ja, dat wordt een goede spaarmaand, of niet? Nou, dan gaan we echt even ransoneren. Oké. Dit ging een tikkeltje sneller dan wat we hadden verwacht. De afgelopen weken waren een complete rollercoaster. We waren eigenlijk al bezig met inpakken. En daarover vertel ik jullie later meer. Maar toen mochten we ineens het huis gaan bekijken. Hoe tof is dat? Om jullie niet langer in spanning te laten zitten, gaan we terug naar maandag 8 april. De dag dat we onze sleutel in handen kregen. We go for the first time. For the first time to our house when we can go inside. Ik ben benieuwd hoe het oogt in het echt. Ja, je hebt natuurlijk, ik heb al een soort van door het huis heen gelopen in mijn hoofd. Ja, ik ook al vaker, maar je weet toch niet hoe het dat in het echt eruit ziet. Nu staat er ook niks in, dus nu oogt het sowieso groter, toch? Nou, nee, dat is dus niet per se zo, hè. Maar toen wij bijvoorbeeld het bed uit de slaapkamer haalden, dacht ik echt van wow, dat hier het bed gepast heeft. Ja, dat is ook alweer zo. Dus... Ja, ik ben benieuwd. We hebben er al voor betaald, dus we moeten wel. Ja, het is niet alsof we nog terug kunnen krabbelen. Nee. Maar ik denk ook niet dat we dat willen, omdat we gewoon heel blij zijn dat... We de volgende stap kunnen maken qua woning. Well, it is the time, the moment we all been waiting for. Ja, ik denk ik hoop gewoon dat het zich prettig voelt, maar ik had wel, ik heb nooit getwijfeld eigenlijk. Jij wel even in het begin, hè? Ja. Ik dacht van, dit gaat wat duur worden en is het wel waard? Ja, of het waard is, is nog maar de vraag. Maar aan de andere kant, we krijgen wel best wel wat luxe ervoor terug. Dus aan de andere kant weer wel. Je kunt altijd wel denken, het is niet waard, maar... In deze markt is het wel waard. In deze markt is alles het waard, geloof ik. Ja, zullen we maar gewoon heen lopen? Ja, dan zijn we in ieder geval stipt op tijd. Precies. We krijgen dus nu een hele rondleiding door het gebouw voor het eerst. Wel benieuwd. Ik hoop dat ik het wel mag filmen als we naar binnen lopen. Zou wel leuk zijn, toch? Eerste reaction. Lopen ze hoor. Hepie en hepie. Het is ineens kleiner, vind ik. Vind je niet? Ik heb ineens het idee dat het ineens kleiner is of zo. Ja, misschien hebben we er een paar verdiepingen afgeslagen. Ja, misschien, wie weet. Oké, we gaan erin. Ah, heel anders dan dat ik in mijn hoofd had zitten. Oh, wat uitzicht. Een uitzicht, wauw. Oh, wauw. Oké, cool. Nou, we zaten even nog te twijfelen of we überhaupt wat gingen zien over het gebouw, maar je kijkt er helemaal overheen. Oh ja, oké, ook netjes. Oh, maar dit is... Het is toch wit? Oh, wacht. Nee, ik zie wel. Dit moet nog wel schilderen, ja. Zo, lekker uitzicht ook. Wauw. Bizar, hè? Ik zie alleen niks. Nee, het moet nog een beetje schoongemaakt worden, volgens mij. Het is hier wel lekker warm. Oh ja, dat is voor de wasmachine. Ja, 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 ja. Zo, dat is een grote baas. Intercomsysteem hebben we hier ook, inderdaad. Een hoop stopcontacten. Ja, echt veel, inderdaad. Ja. Oh, wow, inderdaad, heel veel. Dat is wel anders dan wat we nu hebben. Ja. Vind je ervan? Ja, gaaf. Van een uitzicht, hè? Wauw. Wat is dat pand daar, joh? Dat is waar Miss Jones in zit. Oh. Dat is het hotel. Kunnen we nog naar ons huis kijken? Je kan zelfs naar Zoetermeer kijken, joh. De snelweg zie je niet heel erg, hè? Trouwens, je ziet een klein stuk, maar niet helemaal. Naar ons huis kijken wordt een beetje lastig, want het zit tussen die bomen daar. Oh, daar is de kerk. Waar? Dat is die kerk, toch? Of is het die kerk? Of die kerk? Oh, wacht. Die kerk daar. Of, ja, die. Want dat is het voorburgcentrum. Kijk, wat een uitzicht, jongens. Holy shit. Nou, cool, hè? Ja. Oh, de wc. Die hebben we niet gekeken. Hij ziet er ook wel netjes uit, hè? Ja. Maar jammer dat die kasten niet gebruikt kunnen worden. Nou, je kan er wel. Maar kunnen we wel iets in maken. We hebben hier, hebben wij thuis toch ook. Ah, maar hier kun je wel, ja, hier kun je gewoon nog wat in zetten hoor. Ja, het voelt goed. Ja, toch? Ja. Welkom in onze nieuwe woning. Staan we dan? Wat gek is dat, hè? Heel raar. Woonkamer, ja, op een of andere manier, toen we het hadden uitgetekend, dacht ik dat het weer groter was. Oh, nou, ik vind het best ruim. Ja, het is wel ruim, zeker. Dat is zo'n ruimtelijk idee dat je zo naar buiten kan kijken. Ja, dat is wel echt chill. Zoveel, ik vind dat echt geweldig. We hebben wel echt een mooi uitzicht, dat moet ik wel echt bekennen. Het is alleen jammer dat het zo vies is. Want dat komt door de ramen, ja.
Alleen we dachten wel die kast daar mee te kunnen gebruiken. Ja, maar die andere is zo groot, daar kunnen we ook heel veel in kwijt. Ja, dat is waar. Want ik weet niet wat die grote buizen zijn, ventilatie. Dus allemaal ventilatie en de vloerverwarming. Want daar kunnen we ook gewoon dingen neerzetten. Het is echt, dat hoek kun je wel goed gebruiken. Maar ik vind echt, ben echt blij. Omdat jullie waarschijnlijk een MTR house tour willen, gaan we dat nu even doen. Guylaine leidt jullie rond. Welkom bij de MT House Tour. De gang. De gang. Qua oppervlakte onze oude slaapkamer. Maar wel opgesplit in verschillende delen. Opgesplit in verschillende delen. En dan achter je is de slaapkamer en de woonkamer. Maar ik vind dat we niet moeten beginnen met het leukste. Eerst even gewoon slaapkamer, de simpele dingetjes. Slaapkamer, de badkamer, een hangende toilet. Oh ja. Heerlijk, een aparte wc. Gek is dit, hè? Dat is jaren geleden. Ja. Voor jou ook? Ja. Bij mijn pa. Oh nee, wacht. Nee, in Rotterdam had ik dat. Ja. De wc die wordt paars, toch? Ja, die is heerlijk ruim. Zo, die is wel echt lekker ruim, ja. Een hoop ruimte voor opslag, denk ik. Weer opslag? Nee, overal opslag. Je kan vind je het niet raar dat overal dit kan? Overal kan je de temperatuur regelen. Ja, je kan volgens mij hier dan weer regelen dat het dan weer kouder of warmer is. Volgens maar ik mij had hem al op 15 gezet. Dit is weer een ander, denk ik. Oké, waar gaan we nu heen? Naar de slaapkamer? Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Naar het mystery hook, waar we niet van wisten wat het was. Ja, hele grote buizen. Doet me denken aan diegene die in onze slaapkamer nu zit. Ja, maar dan weggewerkt. Ja. Kunnen ze een ventilatiesysteem? Het is wel goed geventileerd allemaal. En hier komt de wasmachine, wat wel lekker is. Mm-hmm. Dan is er echt onwijs veel ruimte voor je opberg. Je stokpaal. Een stokpaal. Ja, maar ik dacht van hier kun je ook echt wel allemaal zeker wanden, dingen maken en zo, toch? Ik denk dat we geen troep meer in het zicht hoeven te hebben. Heerlijk, toch? De slaapkamer. En die is heerlijk diep. Wat een verschil, hè? Zo. Dit ook. Ja, dit vind ik helemaal geweldig. Guylaine wilde altijd al uitzicht. Dat is zo lekker om bij weg te dromen. Vond ik ook zo leuk in jouw flat in Rotterdam. Dan kik je wel uit op een echt het drukste kruispunt ter wereld, maar dat is toch leuk om te zien. En als we vallen, vallen we niet heel erg diep. Ik vroeg me alleen wel gelijk af. Oeh, ja. Oh ja, je hebt gelijk. Hoe gaan we dat doen? Nee, je hebt zeker geen meetlint bezig. Zal ik even gaan liggen? Ja. Ja, het is 1,65. Waar kom je uit? Bij het is 1,70 dus. Ja, maar het wordt wel lastig om hier iets tegenaan te plaatsen. Kijk maar. Kan niet anders. Een hoek. Ja, maar dat kan ook niet echt. Kijk maar. Maar daar kan je wel tegenaan. Stopcontact. Daar kun je wel voor zetten. We hebben genoeg stopcontact hier ook weer. Ja, wat is er? Wat moet ik hier zien? Vind je dat niet fijn? Ja, dat is wel lekker, ja. Al dat witte en glad om je heen. Ja, dat is wel echt nice, ja. Jeetje. Dit is gewoon ons huis, hè. Stel je voor dat hij nu binnenkomt. Kan niet meer, het sleutel niet meer. Kan niet naar binnen. We hebben trouwens een raar sleutelsysteem, maar dat gaan we zo even laten zien. Dit is onze woonkamer. De plek waar we de meeste tijd gaan spenderen, denk ik. Ja. Kijk. En dit is de plek waar ik het meeste tijd ga spenderen, denk ik. Dit is toch vet ruim? Als je zo kijkt, als je hier zo'n ding neerzet. Ik ben wel benieuwd waar je die kast wil hebben trouwens, die zwarte kast. Ja, dat staan ook weer allemaal apparaten. Ja? Ja, ik ben helemaal alleen maar bezig met het uitzicht. Ja, stom dan. En hier komt niet een of ander massive gebouw voor te staan. Dus nee, dit is dit gewoon ons uitzicht. Staan. Dit blijft ons uitzicht, ja. Wauw. Ze kijken gewoon op Voorburg helemaal uit, joh. Daar is het station. Daar staat Jones. Die grote molen. Oh, ja. Een beetje ongeveer waar we woonden, toch? Ja. Vlak bij de molen. Oh, we zien daar ook Rijswijk. Grote flats. Ja, je ziet Delft. Je ziet de torens van Delft. Zie je ook gewoon, hè? Je ziet Rotterdam nog zelfs in de verte. Is dat Rotterdam? Dat is Rotterdam wat je daar ziet. Is dat die hele berg gebouwen? Ja, dat is Rotterdam. Zo, dat is zo cool. Kijk zelfs tot Rotterdam uit. Kijk, die zon ook zo lekker in de ochtend, schat. Ja, het is heerlijk. Ja, die heb je hier bijna heel de dag, hè? Zo. Wauw. Wat een gigantische afzuiger. Zullen we ze aanzetten? Nee. Oh! Voor de heen gezogen. Zo, maar vind je niet echt luxe dit allemaal? Het is gewoon zo luxe. Ja, en dit ook. Ja, wat hebben we allemaal in de keuken? Laat het zien. Nou, drie lades.
Oh wow, er zit ook zo'n messenset. Ja. Oh, dit is heerlijk, schat. Als je het terugduwt. Dit is echt mijn droom, zo. Soft close. Zo lekker. Oh, er zit ook onder, hè? Ja, voor de pannen. Oh, dat is ook fijn, hoor. En hierboven ook nog. En hier nog. We hadden toch meer ruimte dan we dachten. Het is niet helemaal mooi afgewerkt. Dat is altijd, hè? Och ja, dat is altijd. Dit is voor het eerst in ons volwassen leven. Een vaatwasser, gek. Holy shit. Met een vaatwasding, denk ik. Heerlijk, mais. En de koelkast. Vriesvakkie. Heerlijk. Oh, hey, daarboven kan je ook nog wat dingen opbergen. Ja. Oh. Wat ik van de week tegen Glenn zei, is van ja, het zou grappig zijn als we alleen maar een tag-systeem hebben. Toen dacht ik ook wel, ja, dat is niet handig als het een storing heeft. Maar we hebben dus geen sleutels, we hebben een tag-systeem. Van alles. Maar die kleuren, die zeggen niks. Nee. Gewoon dus leuk. Ik wil gewoon een leuk kleurtje uitzoeken. Jij mag een leuk kleur. Jij wil rood waarschijnlijk. Ik wil nee, zwart. Nee, zwart. Zo, is iemand hier tegenaan gespetterd. Je moet nog wel wat kleine gaatjes opvullen. Stel voor om hier een zitje van te maken. Ja? Kijk dan, wat lekker. Met dit soort dingen moet ik altijd even een beetje wennen, merk ik altijd. Ik zie altijd gelijk eerst de dingen die ik denk, ik weet het niet. Even een klein filmpje voor thuis vond. Ja, de Sahara schoon is toegeslagen. Toegeslagen, maar hier kun je wel beter zien. Ik ga even open doen. Ik wil eens even een house tour aan doen voor de familie. Heerlijk. Het ook weer. We hadden een tasje met eten uit Den Haag gekregen van de makelaar. Deze gingen we even uitpakken. We hebben Haagse poffa. Oh wow, wat de fuck is dit? Ik wist niet eens dat dit bestond. Wat is dit? Wow, ik voel een testvideo aankomen. Wauw. Ik ken dat helemaal niet. Ik ook niet. Ja, die kennen we wel. Nou, Haagse hopjes heb ik nog nooit. Mooi, wel mooi dit trouwens. Deze heb ik wel eens gezien, hè, in zo'n winkeltje inderdaad. Wat is dat dan? Hagelslag. Hagelslag, maar dat ja, dat, ik denk dat dat iets ja, dat is. Denk ik, ja. Wat is dit? Haagse ooievaartjes. Nou, zijn we nou zo... Roomboterkoek. Niet bekend met Haagse dingen. Dit zijn echt Haagse dingen. Waarom ben jij daar niet bekend mee? Ziet er wel lekker uit. Oeh, ketskopachtig. Ja. Ja, dit is altijd goed besteed, toch? En we krijgen dadelijk nog een welkomstdrankje hier om de hoek. Maar waar dan? Bij de wijnbar, toch? Zou wel lekker zijn, hè? Gaan we lekker sparo drinken. Sparootje. Ja, een beetje onwerkelijk, maar ik zie mezelf hier wel zitten. Ja, ik zie mezelf hier ook wel zitten. Vind je het waard, 1100? Ik denk voor het uitzicht wel, ja. Tel je zo 400 euro voor neer, toch? Nou, het is wel echt een mooi uitzicht. En dat we Rotterdam zelfs kunnen zien, is wel echt geweldig. Ja. En het ADO-stadion zien we. We zien de snelweg. Kan ik alvast filosoferen dat ik daar rij? Ik zie jou eens om die snackbar tippelen, voor als ik weer eens geen zin heb om zelf te gaan. Kan ik zo heen? Ik ga gewoon zelf koken, hoor, schat. Frikandel. Oh, dit is niet helemaal netjes afgewerkt, die kit. Zie je het? Ik kan hem wel een keer de drone eruit laten vliegen. Dat is vet eng. Ja, dat is wel eng. Dus de keer... Maar wel cool. Kun je ons op het balkon zien staan. Dat is wel lachen. Je ziet ook wel dat het heel vies is aan de zijkant. Hey, kijk zo, bij de buren naar binnen. Hallo buren. Hoi. Bij de buren, die hebben een groter balkon? Deze hebben dezelfde. Deze hiernaast hebben dezelfde, ja. Dat is toch dat gebouw waar we in gingen als we een paar miljoen hadden gewonnen? Of is dat een ander? Ja, dat is dat gebouw, ja. Ja, ja, daar hebben we niet gewonnen toen, hè? Helaas niet, schat. Helaas niet. Je hebt wel gezellig ook, dat als jij gaat koken, dat ik gewoon lekker in de woonkamer zit. Ja, heel gezellig. Dat is leuk, hè? Ja, veel gezelliger. Dat is ook niet helemaal mooi afgewerkt. Maar kijk in die hoek daar. Als jij je bed meer richting zo zet, dan heb je daar nog een stukje om zo te lopen. Dan kun je hier een grotere kast neerzetten. Oh, je wilt helemaal daar gaan slapen? Kijk, als je hier ligt, hier je bed is, tot hier, en je neemt... Je wilt toch daar gaan slapen? Ja, maar hier kan het beter uit met de knoppen. Dan beginnen we hier en dan zetten we hem gewoon tot weet ik veel hier of zo, dan kun je kijken. Ja, maar het is helemaal vies. Ja, dat is logisch, want het is heel erg zonderig wanneer we weer gaan beginnen. Ja. Nou, wat een heftigheid, hè, schat? Gaan we het doen? Vind je het niet raar dat we nu hier wonen? Officieel? Ja, nou, officieel vanaf 1 mei, maar goed. Heel raar inderdaad, ja. Besef je het wel, schat? Kom eens hier. Nee, ik besef het nog niet helemaal. Nee, ik ook dus niet. Nee. De komende weken gaat er dus veel gebeuren. En omdat ik jullie er goed in mee wil nemen, wil ik aan jullie vragen wat je graag wil zien. Laat het vooral weten in de reacties. Jullie suggesties zijn van harte welkom. Tot volgende week.